CLCS. CLCS stands for Checkout and Launch Control System. The story for this actually begins down here below in firing room 2. The equipment down there is all very old. So a few years ago, NASA, in recognizing that to maintain shuttle launches into the future, they're going to have to do something to keep up with technology. They initiated the CLCS program, which was to replace the equipment down in the firing rooms down there with modern-day technology. Right. Now, another thing that we're doing with CLCS is the web-based interface, and this is this interface that's over here on your left. That one is basically giving you all the data that's available to the launch crews down here in the firing rooms to make that available to people in their offices. Part of that is to keep the number of people actually needed on site here for a launch down to a minimum, where people can sit in their offices and look at the various displays. So that application will be web-based? That particular application we wrote, it's web-based, but we wrote it, and it includes firewall. Since there's some commanding capability involved, you don't want someone at their home launching your shuttle for you. It's on the local internet, and also has connections to the World Wide Web. Can we try something? Can we use software? Ja, geweldig. Ja. Fantastische graphics. Als het nou niks aan is, mag je het ook zeggen hoor. Nee, het is geweldig. Ik heb het eigenlijk niet zo verwacht, ja. Nee. Hoezo je had het niet zo verwacht? Ja, met allerlei graphics en zo. Ja, die zijn allemaal, It's a very nice building. Yeah. I must admit, it's very nice. Het is nog leuker dan je gedacht had. Ja, zeker. Zeker weten. Het is helemaal schuimbekken voor jullie. Ja. Maar wat voor mij... Dat ik het ook weet, is wel aardig. Ja. Wat is het? Oké, al deze knopjes hier die ik kan drukken, zo'n figuurtje is een button. En die button representeert een sensor, dus een meetpunt in de shuttle. Als je op die button klikt, dan krijg je dus zo'n scherm tevoorschijn met een foto en dus de echte sensor. En dan de werkelijke temperatuur. Ja. En waar zit die grote... rode knop dat hij de lucht gaat. Dat hebben we nog niet gezien. Vlak voor de lancering moet er altijd nog even gesleuteld worden aan die Space Shuttle. Een schroef hier, een boutje daar. Nou, dat gebeurt in deze super garage hier achter me. Er kunnen 2 Space Shuttles in en die worden van hier naar het platform gereden. Een paar weken voor de lancering, dan halen ze de shuttle uit de hangar. Plaatsen hem op dit enorme, vlot op wielen, zeg maar. Rijden hem naar het platform. En als er niks tegen zit, doen ze daar 12 of 13 uur over. Mocht er vlak voor de lancering nou toch nog iets misgaan, dan is er toch nog een mogelijkheid voor de astronauten om te ontsnappen. Bovenaan de Space Shuttle hangen 6 staalkabels. Daar hangen bakjes aan. Dan moeten ze heel gauw sprinten. In die bakjes springen, dan roepen ze naar beneden. En als ze naar beneden komen, staan er dit soort tankjes. Daar ga je dan met z'n allen in zitten. En dan een schietgebedje. Dit is ook een heel leuk apparaat. Zo voel je ongeveer als je op de maan bent. Dus 6 keer lichter, weet je wel. Dat je zo zweverig loopt. Veel plezier, hè? Dank je wel. Oh, het zal het lekker in je kruis voelen. Thank you.
Nou, als jij denkt dat mensen je hierna nog serieus nemen, kan je het wel vergeten. Milkshake zich voelt. Wil je nog? Leuk, hè? Heerlijk. Daar kan ik zeggen. Wauw. Dat is goed. Leuk. Heerlijk. Meen je het ook echt? Ja. Niet misselijk nu. Niet misselijk nu. Niet dat je zo meteen de hele zooi onder... Nee. Nou, we moeten nu opschieten, want de lancering is zo meteen. Maar jullie hebben in ieder geval het gevoel van een astronaut. Kom. Goed. Dank. Configure for the SIMO voice check. And ever roger. Waar kan je ons 's nachts voor wakker maken? De lancering van de Space Shuttle. Nou, dat komt goed uit, want nog 1 uur, 21 minuten en 40 seconden en dan is het... Ja. Gaat hij de lucht in. Gaaf, hè? Ja, leuk. Echt spannend. Ik ben ook zo benieuwd hoeveel kabaal het nou maakt. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee? Nee, heel erg. Nou heb ik begrepen, er zit eventueel een klein kans in dat het niet doorgaat. Als er maar één verkeerd buitje hangt of er hangt een wolkje even niet goed, blazen ze het helemaal af. Dat is wel jammer. Dat zou heel jammer zijn, maar ik heb er een heel goed gevoel over. Gaan we voor. Ja? Ja. Dan gaan we op die tribune zitten en dan wachten we gewoon. Okay. Ja? Ik denk niet dat zij chips hebben in de ruim op nog hallen. Ja. Moeten ze weer met die stofzuiger aan de gang. Nog dik een uur. Ja. Het is nu nog 5 minuutjes, dus het begint er nu echt om te spannen. Alleen de tv die irriteert me mateloos. We gaan wel dichterbij staan, daar, dat veldje daar. Ja. Give me a go, no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Guidance, go. Control. Go fly. Procedures. Go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go fly. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Ik ben echt onwijs zenuwachtig. Mijn hart klopt echt. Ik heb geen idee dat ik... T-minus 15 seconds. Oh. 12, 11, 10, 9, 8. We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff. Holy shit! Het gaafste dat ik ooit heb meegemaakt. Ja.
Dit was Superstage. Tot de volgende keer.